De beestenboel. Nou, wat een beestenspul moet ik zeggen. Een beestenboel, beestenspul. Wat een gezelligheid. Goedemiddag. Even kijken, daar zie ik mensen staan. En daar zie ik ook nog iemand staan. Goedemiddag, hallo. Jullie zijn, ik ga eerst even naar jullie toe. Ja. Hallo, ik ben Jeroen. Hallo. Luc. Luc, en jij bent? Tommy. Tommy. Hebben jullie een idee wat ik kan doen met vandaag? Jij mag gewoon eerlijk zijn, hoor. Kennen jullie het YouTube-kanaal bij Pinnen voor U? Ja. Dan weet je dat ik gewoon vandaag de pinpas heb, toch? Ja. En dat ik aan het pinnen ben, want anders heb ik de camera niet bij me. Wat voor huisdieren hebben jullie? Ik heb een hond. En jij? Ik ook. Ook een hond. Wat zouden jullie ervan vinden als jullie wat leuks uit gingen zoeken voor je hond? Tenminste, of wat waren jullie aan het uitzoeken? Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet. Ik zat te kijken naar een vishengel, maar hij voor zijn hond een speeltje. Een vishengel? Wat? Volgens mij wel duur vishengels, of niet? Wat kost een vishengel dan? Ja, wat kost een vishengel, meneer Beestenspul? Ja, dat verschilt een beetje per hengel, zeg maar. Gemiddelde hengel kost er zoiets. Dat is wel een leuk hengeltje. 24 euro, een beetje, dat begint erbij. 24 euro. Nou, weet je, 24 euro vind ik nog wel, dat vind ik nog wel oké, okay, dat mag voor mij. Ga jij even naar je hengel kijken? Okay. Dan gaan we voor jou, werd het voor de hond een speeltje, toch? Ja, ik zat een beetje daar te kijken of... Of een bot? Of een, ja. Nou ja. Weet niet. Nou weet je, ga jij even zoeken? Ja. Ga ik even naar dat meisje toe, want die had ook nog iets. Hallo, jij kent het kanaal ook van Wij Pinnen voor U? Ja. Oh, je begint helemaal te glunderen. Ben je fan? Ja. Nou, daar houden we van. Wat heb je allemaal uitgezocht? Nou, ik heb hier een vos voor mijn hond. Ik heb twee honden en twee katten. Twee honden en twee katten? Ja. En dat zijn dwergkeesjes en die lijken op vosjes, dus dan vond ik dit wel grappig. Ja, dat is grappig inderdaad. En ja, ik zat een beetje te twijfelen, want anders heb ik niet genoeg geld bij me voor of een laserlampje of zo'n vosje. Ja, maar weet je wat we gaan doen? Weet je, je kan je geld in je portemonnee houden vandaag. Als ik dit nu eens gewoon ga pinnen voor jou. Dat zou heel leuk zijn, ja. Nou, dan gaan we dat doen. Dan ga ik dit voor jou pinnen. Ga ik dit vast bij de kassa neerleggen. Loop mee, want ik heb nog twee jongens ook. Ook fans van het YouTube-kanaal. En die zijn ook wat aan het uitzoeken. Even kijken, dit leggen we hier neer. Is het al gelukt bij jou? Ik ben nog even aan het zoeken. Ja. Ja, lastig hè? Ja. Dan ga even rustig zoeken. Is de hengel wel gelukt? Ja. Deze wordt het. Die kan je uitklappen. En het is makkelijk mee om zo meteen weer op de fiets mee te nemen. Ja, dat is inderdaad waar. Nou, leg hem ook maar bij op de toonbank neer. Bij meneer Beestenspul. Ja, en hij is nog een beetje aan het twijfelen. Je staat ook heel de tijd een beetje die kant op te kijken. Ja, ik weet niet. Ik vind vissen in de zomer ook wel leuk. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Kijk, die gaat gelijk naar de botten toe. Hallo, vriend. Komt hij zomaar binnenlopen? Oh ja, hallo. Hoi. Hallo zeg. Hallo. Wat denk je? Ik wil even mijn minute of fame voor de camera. Ja hoor. Nee, dat geeft helemaal niks hoor. Hij zit bij de botten. Nee, mag. Ja, kom het toe jou hoor. Dat mag. Hij zit bij de botten. Ja, die gaat hij nemen. Oh, maar wat vindt u ervan als ik hem vandaag afreken namens alle winkeliers? Is dat leuk? Ja, want hij komt zo enthousiast naar ons toe. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Nou, helemaal goed. En jij zat, ik wil zomers toch vissen. Dus jij wilde eigenlijk ook een hengel. Ja, ik denk het wel. Ja, dan dezelfde hengel als je vriend? Ja. Heb je er nog zo eentje? Of dezelfde prijsklasse? Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, dus hier nog eens staan, met precies dezelfde mode. Precies dezelfde als hem. Nou, okay. Kunnen jullie geen ruzie krijgen ook, toch? Kijk, dat doen ze wel slim, allebei een hengel. En ik geef, hoe heet hij eigenlijk? Choco. Choco, Choco. Zien, toch? Ja, Choco, kom eens even. Hallo, vriend, kom eens, Choco. Oh, nee, die zijn niet voor jou, die zijn niet voor jou. Ja, jij krijgt lekker een bot. Kijk ik eens. Ik heb er twee, vind je dat heel erg? Nee, dat vind ik niet heel erg. Oké, okay, dat nee. Valt mee toch qua ik wou zeggen, qua dat staat er nog op. Oh, hij... Mag 2,50 euro. Is die lekker? Heb je hem? Ja, zo. Die is voor Choco. Nou, dan ben ik heel nieuwsgierig. Even kijken, ik heb twee hengels. Ik heb een speeltje voor de hond. Ik heb een laserlampje. Hey, succes hè? Ja, dat heb je. Daar heb ik net een scherm voor betaald. En twee... twee van die botten. Ik ga even kijken. Ik ga heel even deze opzetten voor de jongens.
En niet zenuwachtig worden nu, hè? Nee, dat wordt niet. Nee, heel goed. Nee, ja. Oh, Choco, pas op, hè? Dat was hem helemaal bij elkaar, ja. Wordt het €59,35, dat is het lukt, meneer. Nou, dan gaan we met de pinpas. En er staat, wij zijn niet contactloos, dus nee, ik ga hem gewoon even aan de voorkant erin stoppen. Spannend moment. Ja, maar het is gelukt. Ja, ik ben geslaagd. Zo, de pinbon. Heb je voor mij ook nog een kassabon toevallig? Top, even kijken. Ga ik vast even delen. Voor jou, de Vos alsjeblieft en de laserlampjes. En even een leuk comment onder je filmpje zetten. Ja, op het YouTube kanaal. Oké, fijn weekend. En mijn bon, dankjewel. En voor jou de hengel. Ja. Nou, het zijn twee dezelfde. Ja. En voor jou de hengel. En ook even gewoon een leuk comment onder het filmpje zetten. Ja, ja. Heel erg bedankt. Graag gedaan en fijn weekend, hè mannen. Oké, doeg. Doei. High five.